Hallo en welkom bij Paul's Model Twijnstof. Het laatste weekend van september dit jaar 2021 was er stoom door Nederland. En dit was op de zondag voor de mensen die nog een kaartje hadden van de Bossenbollen Express die vorig jaar niet doorging vanwege een klein virusje. Dit jaar ging hij nu wel door. We zijn met een BR01, de 1075 van de Stoomstichting Nederland, door het oosten van Nederland gereden. Vertrokken vanuit Den Bosch richting Utrecht, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Arnhem, Nijmegen, terug naar Den Bosch. Ik had het geluk aan boord te zitten en heb wat opnames gemaakt. Er zitten wat luide geluiden bij, omdat ik af en toe eigenlijk het grootste deel van de reis uit het raam gehangen heb. En met de opnames heb je nogal wat wind. Dus indien je een koptelefoon hebt, zou ik zeggen, zet het geluid een stuk zachter. Ik heb geprobeerd het zoveel mogelijk weg te werken, maar je wilt toch ook een deel van de locomotief kunnen horen. Dus. Het is een beetje zoeken geweest naar niet te veel herrie en toch een mooi geluid. Mijn moeder heeft nog Martijn vragen.
wat olie in. Ja, overal moet olie in. Anders doet het niet, dan loopt het vast. Thank you.
En dat was hem, Stoom door Nederland. Ik vond het leuk, een hele rit met mijn hoofd buiten het raam hangen. De stukjes kolen kwamen tot 2 dagen daarna nog steeds uit mijn haar. Mocht je dit soort filmpjes of eigenlijk iets meer modeltreinen leuk vinden, abonneer je dan op dit kanaal. Er zit ergens iets met een belletje, dan krijg je ook een bericht als ik weer iets nieuws post, wat meestal op vrijdag is. Ik ga de volgende week verder met het maken van eigenlijk dit stuk baan, of het tweede stuk van dit stuk baan. Dit was mijn probeerrondje. En ik doe hem nu iets anders en ik denk dat ik daar volgende week en de week daarna iets over heb. Dus tot volgende keer.